In WordPress kun je menu's en menu items aanmaken via de optie weergaven en dan menu's. En ik zal hier die optie even openen en hier zie je mijn hoofdmenu en hier zie je dus de menu items die ik nu op mijn website heb. En als ik even meeneem naar de voorkant van mijn website, dan zie je inderdaad die menu items hier ook bovenin staan. Dat zijn dus mijn menu-items. Nou, wat misschien uh, soms wel eens het geval is, is dat je een bepaald menu-item of meerdere menu-items wilt openen in een nieuw venster. En als je nu kijkt naar mijn site en ik open uh, een van mijn menu-items, die openen allemaal in hetzelfde venster. En op zich prima, want het zijn allemaal menu-items naar pagina's op mijn eigen website. Maar wat als je nou een menu-item hebt naar een link op, je, op een andere website? Dan wil je die graag in een nieuwe tab openen, zodat mensen er ook jouw eigen website open houden. Maar als je naar de menu-items kijkt in WordPress, dan zie je dat die optie er niet bij staat om menu-items te openen in een nieuwe tab. Je zou bijna denken dat het standaard niet mogelijk is in WordPress. Nou, dat is gelukkig niet zo. Ook in WordPress kun je het regelen dat menu-items uh, openen in een nieuwe tab. En wel als volgt. Als je hier in dit scherm bent in weergave menus. We uh, gaan even naar boven toe en open hierboven de scherminstellingen. En je kunt er een aantal geavanceerde menu-eigenschappen tonen. En één daarvan is Linktool. Nou, als je Link Tool aanvinkt, dan krijg je de optie bij je menu items uh, om ze in een nieuwe tab te openen. En je ziet nu is die optie erbij gekomen in mijn menu items. Open link in een nieuw tabblad. En ik zal het even voor dit menu item doen voor Harris page, Ik zal de optie aanzetten. Open link in een nieuw tabblad. En ik zal vervolgens op menu opslaan klikken om mijn menu op te slaan. Als ik dan de voorkant van mijn website opnieuw ga laden, en ik zou dan op het menu Item Headers page klikken, dan zul je zien dat deze in een nieuwe tab geopend wordt.